Het is sneintemoorn. Johan Grote steekt nog maar een sigaret op. Oer een peer oeren. En dan speelt zijn ploeg, Snitswiet Zwart, het cruciale dueltje in AFC. De tos met spullen zit al klaar op tafel. Grote drukt zijn sigaret uit en zet nog gauw even de opstelling van de chinstander op papier. Lieke degradage, een peer wiekelien nog een feit. Na 2 overwinningen op Riegen is er weer hoop voor de Snitsers. Ja, overwinningen doet wonderen. En dat is gewoon zo. Maar bij verlies dan... Ja, dat wordt een heel lastig verhaal. Je moet aan nummers komen. AFC, dat is de club van Jack van Gelder. En daar werd snit. Na 2 overwinnings werd het hoop kregen het. Daar wacht je de Amsterdammers al zo'n 20 oktober van verliezen hier op eindelijk werd ze een overwinning. Snitswiet Zwart woont de laatste 2 wedstrijden. En tijdens die wedstrijden ziet Johan Grote op een blauwe stoel. En dus wil Grote ook nou weer op een blauwe stoel zitten. Toen hij zo lang op die blauwe stoel zitten had, hij zou daar eigenlijk altijd mooi woont. Dus nou krijg je van mij weer een blauwe stoel. Dan is het 2 uren en komen de matadoren het veld op. Jack van Gelder is de kleervaar. En ook de stoel van Johan Grote stiert kleer. Van deze echte degradagetopper. Bij Weenst kan Snits hele goede zaken van. En Snitswiet Zwart zet goed uit. Want in de 14e minuut scoort Thijs Goes de 1-0. Prima doelpunt voor de Snitsers, maar Johan Grote bloot rustig. En maakt het de ontekenings. 5 minuten later trouwens is alweer de liekmakker een feit. Verdiegener Willem Scherens maai de INI'en. En op een nij pakt Johan Grote het boekje maai de ontekeningen. En let op, een grutte flater van verdiegener Marco Achmed. Die de bal waarom spielen wil op zijn eigen doelman. Wordt onderschept door Jens en hij omspielt van der Meulen. En zwargert voor de 2-1 vastbronk voor de Amsterdammers. Snits mist de scherpte en Johan Grote shot het stadig gewoon misgeen. Pak die bal, man! Hey, kom aan, Marco! Pak die bal nou! Ramon! Hey, kijk. En als in de 2e helft Joost Heij de 1 treien maakt, liek het dien mij Snits. En eerlijk is eerlijk, het zit Snits in deze wedstrijd echt net echt mooi. Ja, leid al! Maar dan, een kwartier voor de oin. Zwargert Kevin Huytema na een blunder van de doelman van AFC voor de aansluitingstreffer. En in de zo'n 80ste minuut lakert het glok Snit dan toch nog daar. Hier, de treien van de voet van Thijs Goes. We zitten dan al rond in de blessuretijd. Maar komt er nog een winnaar? De spanning is van het gezicht van Johan Grote Orte Skeppen. En dan nog een onval van AFC en het doelpunt. Het doelpunt van de Amsterdammers, maar het doelpunt werd oorkeurd. Vanwege boetenspul. Verontwaardiging bij de Amsterdammers, maar de enorme opluchting op de bank bij de Snitsers. En dan geliek nooit dat oorkeurde doelpunt. Eens met Sientelm de Nooi. Nog 1 keer een onval van Snitswiet Zwart. En daar is de invaller, Joni Gregoria. En hij bepaalt de eindstoorn op Fjouwer treien. Het is het wonder van Snits. Want Snits wint op een nij. Johan, dat kind eigenlijk helemaal net. Nee, dat kan ook echt niet. Dit is ongelooflijk. Wat een wedstrijd. Helemaal op de kop. Nog een punt in de laatste 3 wedstrijden. Dat bedoel ik. Degradatie hoeft het voorlopig niet meer te houden. Nee, daar hebben we het voorlopig even niet over. Dinsdag beker. Volgende wedstrijd. Hey. Dank. Joes.